klimaatverandering. Nee, wacht, blijf even hangen. Dit gebeurt dus wel vaker bij het woord klimaatverandering. Dan reageren mensen ongeveer zo. En ook op redacties is het niet altijd even gemakkelijk. And found that it's passed a long feared milestone, 400 parts per million, which is a concentration not seen on Earth in millions of years. Here's what happened. You started talking about CO2 levels and I started thinking about other things in my head. Er zijn een hele hoop onderzoeken gedaan naar de redenen waarom mensen zo reageren. Ik noem er 3. Ons brein is een get out of the way machine. Komt er een bal naar je hoofd, dan duik je natuurlijk heel snel weg. Komt die bal heel erg langzaam, dan blijven we rustig zitten. Klimaatverandering is dus een te langzaam probleem voor ons om er wat aan te doen. We willen bovendien instant gratifications. We hebben liever nu een stukje chocola dan 2 stukjes chocola over 2 weken. We zijn dus veel meer bezig met ons huidige zelf en veel minder met ons toekomstige zelf. En dus ook niet met het probleem van klimaatverandering waar we vooral in de toekomst last van gaan hebben. En de ellendige vooruitzichten van wat klimaatverandering voor de wereld zou kunnen betekenen komen niet overeen met ons huidige wereldbeeld. Worden die gevolgen te negatief geschetst, dan haken we af en luisteren we niet meer naar wat we zelf kunnen doen. Kortom, angst inboezemen werkt niet. Maar onderzoekers hebben ook onderzocht wat wel werkt. En dat is positiviteit, ondernemerschap, nieuwe technologie, vooruitgang en wat je thuis zelf kan doen. Dus wil je het hebben over klimaatverandering zonder dat er dit gebeurt? Vergeet dan ook niet dit soort verhalen te vertellen. Worried about the economy? Solar roadways. Love sports? Solar roadways. Scared of hitting moose? Solar roadways. Need a job? Solar roadways.